We zijn hier in Muilendijk, Cutbard Swetvaver in de Rue des Etendoirs. Achter mij is een atelier de reliure, een boekbinderaar, van meneer Put. Meneer Put is duurt. Meneer Put was de kameroet van mijn vervoerder. En meneer Put heeft mij Brussels leren klappen. Gruut gebrocht in Muilendijk, in een simpel familie. Simpel mensen was de zoon van de madame dat voor de Montmartier de fourreurs kocht. Voor de eerste oorlog, hè? Voor de eerste oorlog. Mon madame kost hem niet opvouden en meneer Put, Willy, is Gruut gebrocht de Meike van Dalen. Als hem 12 jaar was, slim menneke, mocht hem naar de Atenij in de Rue du Chêne gaan. En werd hem van achter in de klas gezet, want dat was lelijk, vol kleren en kost geen Frans. De kessemis was hem de eerste voor Frans. Meneer Put is kunstcriticus geworden van Le Peuple. Kost Magritte en de Gelderode en al die grote mannen. En juist voor de oorlog krijgt hem een goede theater, een goed voederen. Ik ben een Vlooming. Ik ben een Vlooming, maar kost geen schuurvloms klappen. Brussels en Frans. En in de oorlog eet hem niet mispuiterd. Eet dat niet goden was. En Tournoe is hem in een bak gevlogen. Was een zwette. En de enige dat hem nog kwam bezoeken was mijn voeder. En meneer Put kwam thuis. En dat was altijd een grote feest. We alle logen op de grond onder toeven van het lachen. Als meneer Put Brussels klapte. Van de Passion de Jésus-Christ, Madame Juda, hoe ze is daar slechte masker. Is de hele dag in de stammenij met aan Jésus, chez Madeleine. Dat. En de Corbeau en de Renard, alles in Brussels. En zo heb ik Brussels leren klappen. En na is de atelier de reliure van een Portugees. Dat dat Fouche gedaan heeft, met vuilboeken. Voilà.